It's okay. Yo guys, van harte welkom op mijn kanaal. Welkom terug bij Red Dead Redemption 2. Aflevering 25. Mijn paard is pittig lawaaierig. Laat ik hem even voeren of zo. Alsjeblieft, zo. Hey jongens, aflevering 25. Ik heb een aantal dagen niet geüpload. En heel vaak kon ik jullie vertellen dat ik heel ver vooruit opnam met series, weet je wel. Om gewoon, lekker qua planning te lopen. Veel games vooruit op te nemen, veel bestanden op mijn computer te hebben en zodoende elke dag te kunnen uploaden. Dat is nu al lange tijd niet het geval, helaas. Ik hoop daar wel weer zo snel mogelijk naartoe terug te komen. Naar die oude vibe en de oude planningen en de oude uploadschema's, zeg maar. Met elke dag een video. Maar ik heb dus dit weekend Sinter, Kerst en Nieuw achter de rug met wat vrienden. En eigenlijk krijg ik door een samenloop van omstandigheden het al na weken niet voor elkaar. Om gewoon veel bestanden op te nemen. Dus waar ik normaal altijd zei, yo guys, jullie kunnen tips geven wat jullie willen. Jullie kunnen reacties achterlaten onder de video's wat jullie willen. Ik lees het, maar de bestanden zijn toch al opgenomen. Ja, dat is nu niet het geval. Ik neem ze echt steeds bijna met de dag op. Op het moment dat jullie dit kijken, hopelijk dus woensdag, heb ik dit dinsdagnacht opgenomen. Omdat ik gewoon helemaal niet lekker loop qua planning. Dus houd het in je achterhoofd. Ik ben ermee bezig. Ik probeer het te fixen. Dat is voor mezelf namelijk ook het fijn. Dus ik doe het echt niet allemaal alleen voor jullie. Heel vaak zeggen mensen, yo Denna, maakt niet uit man. Maakt niet uit, maar het is voor mezelf. Ik vind het zelf heel leuk om te doen en ik vind het alleen maar heel erg kut dat het zo enorm druk is in mijn leven. Tuurlijk heeft het ook gezellige kanten. Maar het liefst, jongens, het liefst liep het zoals vanouds. Aflevering 25, Red Dead Redemption 2. Laten we luisteren en het verhaal vervolgen. Hey Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Oh, hij laat ons ook gewoon achter. Ik wilde letterlijk net zeggen, oh, eindelijk weer samen met John Marston. Maar nee, alleen Hosea. Oké, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? Ja, dat is dus precies wat ik net wilde uitleggen, maar Arthur doet het al. Laten we gewoon goed luisteren. Deserves some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Wait a minute. Wait a minute. Dit wil ik eventjes bekijken. No trespassing, no hunting. En alle andere shit. Niet toegestaan on this property. En dan deze bomenlaan. Deze prachtige, gedetailleerde bomenlaan. Schelpenpad, grindpad, wat het ook is. Maar iets schiet mij te binnen. Ergens hier is een hele lugubre Easter egg. Namelijk, dit is de Braithwaite Manor. En hier ergens in deze familie wordt er, als het goed is, wordt er gespeculeerd door mensen die hier omheen wonen. En zoals er wordt gesproken over de Braithwaites, wordt er altijd gesproken over één geflipte zuster. Eén psychisch niet in orde zuster die door de familie is verstoten. En ergens in dit gebied, ik heb het gezien, al waarschijnlijk een maand terug toen de game net nieuw was. Toen waren er heel veel channels actief met Easter eggs. Toen heb ik een doodenge Easter egg hier gezien. Echt lugubre shit. Dat namelijk die zuster van de Braithwaites, de verstoten, psychisch niet in orde zuster, vast zat geketend in een toilethokje, kettingen eromheen en als een of andere demon, als een of andere exorcist,
Daardoor liep te krijzen in het bos. Helemaal alleen opgesloten, kettingen eromheen, echt doodeng. En dat is hier ergens in de buurt. Misschien vinden we het binnenkort wel, dan kan ik het namelijk perfect aan jullie laten zien. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. Okay, die gast springt er echt... We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed please. Die gast springt echt gewoon vet casual op de achterkant. Die rijdt even mee, omdat hij ons in de gaten wil houden. Zoveel moonshine. We kunnen hun nu laten geloven dat wij hun gestolen moonshine terugbrengen. We kunnen ook iets heel anders. Ik weet niet hoe dit gaat verlopen. We gaan het zien. What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? $1 a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Okay. Trouwens, op mysterieuze wijze staat de kar opeens 180 graden gedraaid. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. All right, this could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Wat is er aan de hand met Hosea? Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Broke poor mammy's heart. There. Fenton, there. Don't get mad now.
Oh, 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 waar zijn we allemaal mee bezig? Zo, het is wel echt gevaarlijk deze spoorwegovergang, want er is opeens een trein. En als jij dan over het heuveltje vandaan komt, dan lig je er bijna voor, zeg maar. Oh jongens, ik hoop zo niet dat we een shootout krijgen in Rhodes. Gewoon oprecht. Ik bedoel, we hebben net weer een chille plek gevonden, weet je. Het is hier een beetje rustig. Well, hello. Hallo. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Oh, we doen ons voor als Braithwaites. Of zie ik dit nou verkeerd? Gentlemen! Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him. Don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of yous. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Just hand out the liquor. Die Hosea is maar een aparte character, hè. Gentlemen! Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. A gift. Bounty. It's a sin to look at a gift horse in the mouth. When I see a gift horse, I'll hurt my eye. Oh, sin will catch you, so don't drink up. Just keep them coming. Don't be shy, boys. Don't be shy. It's the land of opportunity. Now it's your opportunity. Oh man, kick him hard. You're a fine man, Fenton. A fine man. Don't listen to your brother. Over here, Fenton. Iedereen gaat weg met flessen moonshine. Gonna buy. Jump. We're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Oh, oh, what the hell? No. Oh.
Uh-oh. En ik heb ook maar een paar guns bij me. En geen shotgun of iets dergelijks. Hoppa! Hey, hey, this way. Het gaat ook echt al door fout, hè. Waar vandaan? Ik zie niet eens waar vandaan, joh. Oh wow, we blijven ook in onze rol. Come on, Fenton. I'm getting this out of here. Ain't gonna let this go, are they? Over there! Oh man, wat een vette missie, maar de Lemoyne Raiders, die zijn echt een stel motherfuckers. Oh, lekker man. Oh. Wat een stel sukkels. What a big bada boom. Train! I see it! Ik zal even wat items gebruiken trouwens. Die hiervan gaat en mijn leven en Deadeye omhoog. Top! En wat gaan we doen nu dan precies? Maar echt. I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Okay. Pull off the road here. Hold. All right. We're good. Yeah. Remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Well, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. Yeah. I'll go speak to Dutch. Mm-hmm. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly.
On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe, in gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Wat mij heel erg opvalt aan Arthur en Dutch. Zo, kijk naar Arthur. Fucking gedetailleerd. Deze game is echt bizar. En dat blijft hij ook trouwens. Maar wat me gewoon heel sterk opvalt is dat Arthur er steeds meer twijfels bij krijgt. Zo kan je het misschien wel zeggen. Hij krijgt steeds meer twijfels bij de gang van zaken. Van Dutch, bij de stappen die worden ondernomen door de gang. En wat mij vooral opvalt is dat Dutch, de official Dutch Vanderlint, heel erg manipulatief is. En dat hij eigenlijk continu om zijn vinger wint. En op het moment dat je eigenlijk, wanneer je de moed opgeeft, soort van, wanneer je de hoop laat zakken, wanneer je het gewoon allemaal niet zo meer ziet zitten, dan verzint hij wel weer een praatje en speelt hij op je gevoel in, waardoor je het toch weer doet voor hem. En dat is dat manipulatieve wat echt heel gevaarlijk is in deze gang. En daardoor krijgt Dutch iedereen continu overtuigd om weer volgende stappen te ondernemen. En daarom is het ook bijna een meme geworden. Dat na alles wat ze ondernemen, er altijd wordt gezegd, one last job. En juist die ene laatste keer gaat een keer fout. Het is nooit genoeg voor Dutch. Altijd die one last job. Nog even die beroven, nog even dat, nog even een overval daar. Altijd dat. Ja, en daardoor ontstaan er gewoon hele rottige situaties continu. En Arthur, je ziet aan hem dat hij bij elke stap die weer wordt ondernomen, dat hij twijfelt. Je ziet het gewoon aan hem. En dat is echt kut. Oké, maar goed. We hebben dus John Marston staan bij The Grace. En dan hebben we Hosea staan bij mevrouw Braithwaite. En waar gaat Bill over? Nou, hij moet met ons praten. Laten we dat maar even doen. Arthur, we need to talk to you. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault.
It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. All right. Let's go. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. When you can, head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Okay, let's move out. Okay. Dit klinkt wel gruwelijk, to be honest. Kijk, we hebben ook helemaal een ander pakje aan. Anders dan normaal in ieder geval. Dan gaan we dan met z'n allen een bank beroven. En die Karen, volgens mij heet ze zo. Wat een boobies, hé. Tering. Zij gaat ook de afleiding zijn daar. Oh, it can go wrong. Anything can. Once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. It should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them great boys? Godver, de Godver, de Godver. Allemaal door die kar. Anyway, what was she talking about? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some old Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well,
Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? A pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that, once things get going. Het is echt heel erg mooi hier. En inderdaad, die O'Driscolls daar, de Valentine Problems. En natuurlijk Cornwall. So, thinking this through. You rob Cornwall's train, but shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now? And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. Oké dan, je ziet het hè, Arthur blijft ja niet zeker van zijn zaak, je merkt het. Glad you and Lenny are along for this, Karen. Someone's gotta keep you boys out of trouble. I ain't sure even Lenny can be relied on to keep his head. Not after that night you two had in Valentine. Yeah, I've been trying to forget that. What little I remember of it. You've always been a bad drunk. And before you say it, I know. Takes one to know one. Guess we'll never learn. And Bill ain't much better. So should we stop for some whiskey? How about we wait till after the bank, all right? Jongens, wat is dit voor mooi plekje? Waar ben ik? Zo dicht bij Valentine? Is het helemaal veranderd of zo? Of ben ik gewoon zo lang hier niet geweest dat ik... niet meer weet hoe het eruit ziet. Ja, nou herken ik het weer. Maar op afstand vanaf die kant waar ik vanaf ik aangereden kwam... Keep it down now. We're here. Oké, toch vind ik dit een hele... Nare sfeer. Ik weet niet, op de een of andere manier... It'll take more than that, boy. Hier dat muziekje ook. Het is natuurlijk wel heel risicovol wat we aan het doen zijn, hè? Ik ga dit eerst even instellen. Een bolt action. Stranger. Okay, let's leave the horses here off the main drag. All right, gentlemen, here we are. Okay. Get ready. Karen, go to work. Of course. All right, keep it cool and follow me, fellas. Okay, ik krijg een hele aparte GTA-feeling, omdat we een bank aan het beroven zijn. Het is toch weer... We never decided. Een GTA-feeling. Lost little girl you want, or the drunken harlot? Jongens, welke zou leuker zijn? The Lost Girl of the Harlot? Of course, you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now, where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Where is he? Where is he? Have you seen him?
I really think you should leave. Heb ik deze rifle nou zojuist gekregen? Okay, we're going. Nah, hold on. Wait till she's got him real down. Who are you? Don't act like you don't know me. Stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, sorry. Just between us. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up! Go. This is a goddamn robbery! Nobody move! You heard us! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! It's unlocked! We're good! Oh, you think we're here for fun? Come on! Open the goddamn vault! Open it! Hurry up. How's it going in there? Too slowly! You better get that door open right now. I'm nearly there. Get a move on. What the fuck, guys? You goddamn slow! All good. I'm in. Someone come make sure the chute behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Reckon I'm gonna have to blow them. Okay. We gotta move before they blow. Oh. The law will be all over us. Now, you shut the hell up and be still! Okay, overal fucking dynamiet op plaatsen. Oh, damn. I'll go check the front. Hey, keep still. If I see that leg move again, you get a bullet in it. How much time you think we got? I don't know. Not much. This is taking too long. All right, light the fuse. Me too. Boys, we need to move this along. Hurry up in there. Getting on. Going as fast as I can. We need to get out of here. How's it looking there? Good. Told you. Don't count your chickens just yet. Oh man, it's echt heel veel. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Gentlemen, hurry! We seem to have some company! Sorry, partner. I said come out now! Hurry up! What do we do? I don't know. Give me a sec. If the shooting starts, you're all dead. I'll go. Follow me. What are you, insane? Probably. Don't shoot! Don't shoot him! I made a terrible mistake. Get out of there, miss. Sorry. Come on, let it go. We're shooting our way out of here, boys. Like again. Come on.
Y'all ready? Ride! Get the hell out of here! Ik snap echt niet dat ik weer zo weinig ammo had. Zo weinig wapenkeus, want ik had ze juist klaargezet, dat zagen jullie allemaal. Ik zal even een item nemen. Echt een zieke missie hoor. Hé, hey, wat is zijn jasje aan het doen? De jasje van Lenny staat echt recht omhoog. Hele vette actievolle missie en onze buit is echt enorm. Dus laten we in godsnaam hopen dat het lukt. Thank you, gentlemen. That was... stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. Dutch will be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. This is Downs. Heb ik mijn oude pakje weer aan? Dat is toch wel belangrijk. Zo, dit outfit, geen bandana meer om. De steek was enorm. En qua karma, zie je, reputatie onderin. Honor. Gaat het ook niet heel verkeerd. Zelfs na het overvallen van de bank, zelfs na Valentine, weet je wel. Het is gewoon wel prima. Dus ik heb mijn kleren aangepast, zodat ik in ieder geval niet meer op die manier word gezocht. Arthur's personal hoedje heb ik op. En in dit oude gebied, het o zo herkenbare gebied van Horseshoe Overlook, ga ik ergens nog geld innen. Kunnen jullie nog ooit herinneren dat ik geld moest innen voor de gang? Terug moest halen bij mensen waar we het aan uitgeleend hadden als gang zijn. De mensen die de gang geld verschuldigd zijn. Toen heb ik ooit een familie aangetroffen. En die familie, dat was een zoon, een moeder en een vader die ziek was. En toen heb ik die vader in elkaar gemapt terwijl die ziek was en heel zwak was. En hij zei, oh, mijn familie en weet ik veel wat allemaal. Nu blijkt die man dus te zijn overleden inmiddels. En hoe pijnlijk dit ook is, moet ik nu dus bij vrouw en kind, die dus zwaar overstuur zijn van het feit dat hun vader is overleden en hun man.
moet ik daar geld gaan weghalen. Dat is wel echt heftige shit. Dan heb je echt geen gevoel, geen hart. Als je zo ijskoud bij zo'n gezin geld kan weghalen. We gaan het zien. Dat is waarmee ik de aflevering eindig. We gaan zien hoe het zal lopen. Waar zitten ze? Precies dit gezin bedoelde ik. My husband's not cold in the ground and you come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you as good as killed him yourself. And don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Nou, precies deze scène bedoelde ik dus. Zoiets had ik ook wel verwacht. Wat is dit een goede uitgebreide game waarin ze elk vlak een scenario uitschrijven van wat een gang inhoudt, man. Zo. Ja, wat ik al zei, door mijn drukte heb ik een aantal dagen mijn PlayStation niet eens aangehad überhaupt. Geen opnames gemaakt. Dan ben je terug en heeft die game je weer zo te pakken. Kippenvel. In opname 1. Fantastisch, echt. Pijnlijk, maar fantastisch. Total take 20.000. Waarbij mijn eigen share 2500 is. Ik heb eindelijk geld. Oh my god. Bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor het liken. Thanks voor de support. Love y'all. Ik hoop dat jullie snappen wat ik heb uitgelegd. Het is nou eenmaal een fucking drukke periode. Ik blijf het elke episode zeggen. Maar verwacht niet opeens dat ik stop met mijn YouTube-kanaal of zo. Ik hoop niet dat jullie dat denken als jullie me een aantal dagen niet zien uploaden. Ik ben nou eenmaal heel druk en ik hoop snel die upload schedule weer op te pakken. Waarbij ik veel bestanden vooruit kan opnemen. En dan dus sowieso, ondanks de drukte, elke dag een video kan uploaden. Maar omdat ik nu niet eens bestanden had, kwam het daar gewoon niet van. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende. Peace out.